Yo mensen van Dutch Gaming en leuk jullie weer kijken naar onze Minecraft Community Survival. We zijn er eigenlijk 3 weken dus uit geweest en in die 3 weken zijn er eigenlijk best wel veel dingen veranderd. Zoals daar hebben we van een paar andere vrienden van Boris. Waar ben je Boris? Yeah. Die hebben daar ondertussen ook een dingetje gebouwd. Voor mij verderop in de bergen had ik ook nog iets gezien van een huisje. Ik weet alleen meer van wie of wat, maar ik weet ook niet eens of iemand op de server zit. Maar dat is lekker belangrijk. We zijn eigenlijk altijd wel met z'n tweeën, maar in de toekomst komen we wel wat meer mensen tegen. Oeh, gezellig. Ja, eigenlijk was ik vandaag van plan, waren we eigenlijk van plan om een beetje het dak te gaan pimpen alvast. En Boris ging alvast een beetje de kamers een beetje proberen in te richten, dus... Voorstel. Nee, ik probeer mijn best. Hij doet zijn best en meer verwacht ik ook niet van hem. Want het is een blijk Boris. Oh. Ik weet wat we allemaal sowieso nodig hebben in een kamer. Een plant. Nee. Ja. Ja. Ik dacht dat je eerder ging zeggen dirt, maar oké. Fantastisch, hè. En... Ja. Wacht even. Een moment. Let's go on. Even kijken, ik was bezig met een dak. Met een dak, toch? Mm-hmm. Mm-hmm. Wat was jij aan het doen? Even kijken, kan je zo even een bijl naar boven knikkeren? Iron? Ja, graag. Oké. Okay. Boven. En ik ga even zorgen dat het dak een beetje beter gaat worden. Doe. Ja. Als je van de trap afvalt, ben je snel. Wanneer je begint, hè? Ja, ik ben al lang begonnen. Ik heb een bel. Voor een bel. Maniak. Hak hem door de midden, hè? Hakken met de groente van hak. Mm-hmm. We worden nat en we zijn al dakloos. Ook mijn nieuwe serie dakloos. Het regent. Pijpen te stelen. Even kijken. Wanneer gaan die pijpen dan stelen, jong? Weet ik niet. Oké. Maar ja, we zijn eigenlijk nog wel steeds wel bezig met het huis, maar wij willen ook wat challenges hebben van mensen van, goh, doe dat eens een keer, doe dit eens een keer, van... Ja. Bouw dat eens, want we willen ook graag met jullie wat samen doen, natuurlijk. Yep. Dat is awesome. Interacties van de kijkers, wat willen jullie dat wij bouwen? Ja. Awesome. Bouw een, bijvoorbeeld een roze huisje of zo. Yeah. Een roze wol. Roze wol, dan moeten we een roze schaap vinden die zeldzaam zou zijn, of we moeten gewoon witte schapen roze verven. Ik denk het laatste. Witte schapen roze verven. Ja. Hoortje. Kijk, ik heb hier wel een awesome ideetje. Dat ga ik nog niet sharen. Nog niet sharen? Ja. Yep. Gemeen. Nee, dat ga je nog zien. Oké. Welkom bij de awesome ideeën quiz. De ideeën tank. Ja, wat ik eigenlijk al een beetje aan het doen met mensen is een beetje dak moduleren van ja, en zo heb ik het dak in mijn gedachtengang en dan ga ik hem ook maken. Ja. En ik vind het leuk. Ja? Ik doe andere dingetjes. Nee. Ja. Maar ik zat een beetje te denken aan een rond dak, maar ik ben niet heel erg goed in ronde dingen maken, dus ja. Maar het huis is ook behoorlijk rond geworden, dus ja. Alleen het dak nog. Dat is awesome. Even kijken. Als ik dit zo doe. Dat zo doe. Oké. Daar. Wat? Wat? Ik heb een keer geplaatst. Ik plaats een zo. Oh. Zo. Wat blijft awesome doen. Oh. Zo. Ja. Fancy. Oh,
Hoppakee. Even kijken, ik heb even wat dingetjes nodig. Ik heb meer hout nodig. Oh snap. Wat voor hout? Ook. Ook oh. Logs, gewoon de logs, hè. Oké, kom maar komen. En hier. It's gone. Net zoals South Park van de van dat geld op de bank zetten en investeren en in één keer is dat hij zegt van and it's gone. Die aflevering is zo geweldig. Voor dat Stan de geld op zijn rekening gaat zetten van zijn oma van zoveel euro, van dollars of weet ik van wat. En dat er in één keer zo van investeren is en het is weg. We kunnen er niks aan doen, het is weg, sorry. We got it and it's gone. It's gone. Echt geniaal. Oké, dan ga ik zo meteen ga ik iets maken waarvan jij misschien denkt van awesome, of je denkt van wat is nou maken. What the fuck is dat? En ja, zo, zo. Het is heel makkelijk. Dus, we maken een huis. Mm-hmm. Er zijn nieuwe mensen gejoind, zoals jullie hebben gezien. Yep. En het wordt gezellig. Hoop ik. Ja, dat hopen we. Heb je nou. Ja, ja, wauw. Je hebt een smiley soort van ding gemaakt. Wat? Ja. Hè? Mm-hmm. Wat? Had je genoeg glas trouwens? Ja, ik heb. Ja, genoeg wel. Oké. Ik heb wat zand gemined. Gegraven. Dus, ja, gegraven. Ja, sorry, ik ben heel druk bezig met het dak. Ik ben een dakwerker. Meneer op de dak, man. Dak, meneer. Kan alles fixen wat daken kan. Wat daken kunnen. Wat daken kannen. Kan koffie, kan thee, koffie, kan thee, wat. Dat. Je had die stek hout van, hè? Ja, maar het is al bijna weer op. Ja, dan wordt hout elke vriend. Voor jou, ja? Nee, ik ben nog bezig. Met? Nou, oh maar dat. Ik merk nu net dat er een speciaal ingrediënt is. Yeah. En die ga ik nu pakken. Tenminste, proberen. Dus ik ga naar de mijn. Mijn. Waar is de mijn? Die is weg. Die heb ik begraven. Sorry. Ik mag hem ook niet meer openmaken. Tuurlijk wel. Nee, het spel zegt nee, Boris. Hier zat de mijn niet. Ik ga er een plat dak van maken. Later, wanneer de andere kant ook klaar is, ga ik er wat meer mee doen. Nou, ik weet niet meer waar de mijn zat. Oké, we gaan via een andere mijn dan maar of zo. Dat is mijn mijn. Nou ja, ik had dus zeg maar een mijn voor die heel diep was, maar die is niet weg. Ja, die heb ik bedolven, die is bedolven onder zand. Damn it. Inzakkingsgevaar. Ja, nu wel, ja. Ik zal hem binnenkort wel even opengooien. Binnenkort. 30 dagen later. Wordt vervolgd. Wat zie ik hier? Ik zie hier een mooi strappetje naar beneden. Misschien gaat dit wat worden. Ik hoef één ingrediënt te hebben uit de mijn. Steen. Nee. Diamond. Is leuk, is leuk. Cornflakes. Oeh, wordt beter. Ja toch. Vuur. Nee, heel goed. Of. Nee. Let's go this way. Good way. Ik zie kool. Kool is mij. Kool is mij. Ik zit. Oh. Ik zit te mijnen. Ik ben een dwergje die aan het mijnen is. Ik zal mijn stemmetje opzetten. Zo. Ja, we gaan mijnen.
denk niet. Snooky want snuf snuf. I'm down. Get on it, Chapa. He's down. Ja jongens, we zijn beneden in de mijn aangekomen. Ja boy. Oeh, ironisch hoor. Ik heb iron gevonden. Glon. Maar echt gewoon trossen bij elkaar. Oké. Kan ik hier zo meteen een bucket van maken? Een bucket. Ah, een bucket. Lekker, vond ik KFC. Ja. Ik denk het. Wat eten jullie kijkers zo al? Ja, wat eten jullie eigenlijk in de ochtend? Mensen, vergeet ook alvast deze video vast een likeje te geven. Doe een duimpje omhoog. En abonneer jezelf op Dutch Gaming. En natuurlijk ook op Boris de Goede. Ja. En andersom zet, ook. Zet in de reacties hoe ik weer terugkom. Hashtag GPS. Hashtag drillschip. Oh my god. Hashtag lava. Ja, het dak is klaar. Oh snap. Niet het beste dak, maar oké. Okay. Hey, deal with it. Het is een huis, oké? Okay? Ja. Ik vind het best wel mooi gemaakt hoor. De binnenkant en de buitenkant ziet er dan niet echt mooi uit, maar oké. Okay. Boom. Zolang we een huis kunnen maken dat op poten staat en wielen en weet ik veel wat en kan rijden en een Minecraft is, dan kan het goed komen. Ja toch. En iedereen denkt nu, what the fuck heeft hij gezegd? Yep. Doe maar terug, 3 seconden. Rewind. En... Ik kom een ingrediënt maar niet tegen. Wat zoek je? Oh my god. Wat zoek je dan? Lapis? Hadden we dat niet? Nee, niet meer. De dieven, weet je nog. Nee. Die brutaliteit. Jongens, ik heb het gevonden. Die found it. Hashtag found it. Hashtag aflevering. Ja. Welkom bij de hashtag aflevering. Maar zoals jullie ook zien mensen, ik maak ook de raamkozijn ook bij elke kamer ook een klein beetje anders van in stijl van, ja. Dat is medieval beeld. Dat is nooit exact gelijk aan alles. Joep. En nu heb je al gezien wat ik een beetje aan het maken was en jij denkt niet wat... Nee, ik ben bezig met de raamkozijn boven. Hè? Waarom zit hier een vleugel die ik me niet kan herinneren? Waar komt die vleugel vandaan? Ik zei toch, nu kom je tegen wat je nog niet wist. Nee. Ik snap die vleugel even aan de zijkant niet. Deze? Ja, wat moet dat? Wat, waarom? Ik heb het gekocht op internet. Als je het ook aan die andere kant even doet. Ja, dat ben ik. Ik ben toch bezig, zeg ik. Ik zei toch, nu kom je iets tegen wat je nog niet wist. Maar wat gaat er komen dan? Ja. Jij zei, doe het interieur. Maar omdat de kamers niet zo heel groot waren, dacht ik van oké, ik ga even een uitbreiding zoeken. Dit is het uitbreidingspakket. Wauw. Ja. Hier kan ik best wel leuke spullen kwijt. Leuke spullen? Oh. Waar? Niks. Zit je nu mijn... Nee! Dat was een ander plan dat ik daarvoor... Afscheidingsmuur! Maar ik had een ander plan ervoor. Dat komt nog helemaal goed. Denk ik. Oké. Okay. Wee! Zo. Ja, sorry hoor, ik moet ook wat dingen doen. Ja, ja, ga even rustig je gang, joh. Ik heb alleen dit nodig. Maar mensen, dat was het voor deze keer. Ik hoop dat jullie weer van genoten hebben van deze zeer korte video, denk ik. En ja. Ik zie jullie graag weer de volgende keer terug bij de Community Survival. Laat even in de reacties achter van wat jullie denken van wat we misschien als we in de toekomst kunnen gaan bouwen. Van wat gaan we dan een lijstje maken of een billboard, weet ik van wat. Gewoon een bord van wat we allemaal kunnen gaan maken. Oeh, en zet in de reacties wat ik eigenlijk van plan ben. Ah. Ja, kijk, en doe ik wat zet in de reacties achter wat jullie denken wat Boris aan het doen is. Mensen, keep it real, keep it down. Vergeet jezelf niet te abonneren op Dutch Gaming en op Boris de Goede. En mensen, ik zeg laters.
Get out! Get to the chopper!